Ja, het gaat dan bijna zover zijn. De presentaties gaan online komen. Natuurlijk vergezeld door een fantastische stream die wij gaan produceren. Dus kom vooral kijken op Twitch. Want we gaan er echt weer een feestje van maken. E3 of geen E3, maakt geen reet uit. Wij willen feesten in juni. Kom kijken op Twitch. Kom kijken in Blast Galaxy. Blast Galaxy. Even kijken hoor. We gaan in dit item even kijken of we ongeveer weten welke games, wat verwachten we, wat hopen we. En de games die dan min of meer bekend zijn, gaan we daar blij van worden of niet? Dat lopen we even doorheen. En dat is de Summer Game Fest. En dat is de Xbox en Bethesda presentatie. Ik doe even niet PC gaming, want dat ik wel gewoon bij 90 trailers gezien te zien gaan krijgen. Dus niet gaat te doen. Echt alle kanten op, en Capcom die heeft al aangekondigd wat ze gaan doen. Dat zijn wel wat kleinere dingen. Ik focus even op deze grote dingen, want dit is ook waar iedereen uitkijkt. Dit is waar iedereen naar uitkijkt. Even kijken. Sowieso interessant om alvast te weten is dat dus 30 partijen gaan meedoen. 2K, Activision, Atlas, Bandai, Namco, Bloober Team, blablabla. Met de Summer Games Fest. Aan de Summer Games Fest. Dus we gaan een hoop content krijgen. Daar zit bijvoorbeeld ook PlayStation bij. Wat heel interessant kan zijn. Een aantal titels zijn 100% zeker. Want door Jeff Keighley aangekondigd. Ik ga ze eventjes stuk voor stuk met jullie doornemen. Dan zet ik het ook even het filmpje erbij aan. Dat is vast wel lekker. De eerste die ik wil bespreken, even heel kort, is Call of Duty Modern Warfare 2. Als het goed is, gaan we namelijk een stukje spelen. Het eerste van de level. Het eerste stukje spelen. Gespeeld zien worden. Gespeeld zien worden, juist. Inderdaad. Ik, op een of andere manier krijg ik hier wel weer kriebels van. Ja, maar, waarom? Ja. Dit hebben we toch al 100 keer meegemaakt. Ja, maar Vanguard was zo'n tegenvaller. Nieuwe engine. Is dit een nieuwe engine? Ja, ik dacht dat met Warzone gaan ze een nieuwe start maken. Ja, klopt. Ja. Maar ja, ik weet niet, voor mijn gevoel gaat deze gewoon weer... Ja, gaat Modern Warfare uit 2019, is dat dan, denk ik? Gaat het gewoon weer zijn? Alleen dan met een kleine update of zo. Ik ben een beetje, ik ben een beetje mainstream game moe. Ik heb geen zin meer in FIFA. Ik heb geen zin meer in COD. Ik heb geen zin meer in die games die elke 1 of 2 jaar uitkomen. En ik wil niet zeggen dat het per se met leeftijd te maken heeft. Maar als je op een gegeven moment iets al 100 keer hebt gedaan, wil je op zoek naar nieuwe ervaringen. Het doet me gewoon niet Je blijft toch ook gewoon seks hebben na 100 keer? Ja, maar dat zal altijd leuk blijven. Dat is juist wat je steeds... Dat geldt niet voor iedereen natuurlijk. Dat juist ook qua seks en seksualiteit gaan mensen steeds meer de extreme opzoeken. Ja, ze beginnen nooit extreem natuurlijk. Heb je wel gelijk. Nee, ik snap het ook wel hoor. Ik bedoel, ik zit nu weer dan Apex Legends op de mobile te spelen. Ik hou gewoon van zo'n een knalgame die ik gewoon af en toe oppak. Het is niet iets wat ik religieus heel veel... het is meer van... Ik ben benieuwd of Infinity Ward erin slaagt om de ellende die Sledgehammer een beetje heeft veroorzaakt, om die weer omhoog te krijgen. Ik ben benieuwd voor de fans van Warzone of die nieuwe boost gegeven kan worden. Mm-hmm. En ik vind hun singleplay, laat ik het zo zeggen, de goede singleplayers die ze ooit gemaakt hebben, die vond ik heel erg vet. En ik vind het wel leuk om gewoon een vette singleplayer van 7 uur te spelen. Ik snap jou. En ik snap jou. Want vroeger was ik helemaal lijf van Call of Duty. Mm-hmm. Ik denk ongeveer tot aan Ghosts ongeveer. Toen was dan noem je er ook wel een. Ja, maar daarna heb ik het gewoon losgelaten. Gewoon omdat, weet je hoe vet zo'n campagne misschien ook was? Het is niet heel veel anders dan de campagnes die ik al eerder heb gespeeld. Weet je wel? Het was altijd die Hollywood rollercoaster ride. En dat is fijn, want het is super vet ook wel. Zeker als je daar into bent. Maar op een gegeven moment, ik ben er overheen gegroeid of zo. Maar het zou kunnen. Hè? Ik denk niet dat ze het durven. Maar er gebeurt zoveel in de wereld waarmee je een shocker kan doen. Weet je? Waarbij zeker. Als je de Amerikanen een keertje de bad guys laat zijn. Dan is dat een stuk interessanter. Oekraïne, Rusland, de Russen zijn de bad guys. Dat zullen ze niet durven. Nee, ze durven het niet meer. En dat maakt dat het altijd weer een beetje hetzelfde wordt. Maar goed, het is in ieder geval een game die getoond gaat worden. Sommige mensen zullen zeggen, Xbox had toch Activision gekocht? Ja, maar de deal is nog tot 2025 dat PlayStation de marketingrechten heeft. En de marketingrechten betekent dat alles wat getoond wordt op media moet op een PlayStation 5 gespeeld worden. Dus op een PlayStation console. Nou, dit zal PlayStation 5 zijn. Dat zul je wel weer onder een beeld plaatsen onder PlayStation 5. Dus dat kan gewoon niet tijdens de Xbox persconferentie. Ah, 1 ding weet ik wel zeker. Als het echt een flop wordt, wat het niet gaat worden, maar dan kunnen ze altijd de setting de schuld geven.
Precies, dat zou kunnen. Dan is aangekondigd, en daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, want ik vond dat namelijk een openbaring. Ik wil nog wel zeggen, ja? Die nieuwe Warzone, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik bedoel, van deze Call of Duty heb ik al 100 keer gezien. En natuurlijk, Battle Royale is ook niet meer nieuw. Dat is in 2017, dan had dat echt zijn hoogtepunt. Ja. Maar ik moet wel zeggen, vooral Blackout vond ik heel vet. En ook de begindagen van Warzone vond ik ook heel vet. Daar heb ik ook echt heel veel gespeeld. Ja, laat ik ons, hoop dat laat we daar een goede twist op kunnen vinden. Laat ons een evolutie van Warzone zien. Precies dat. Niet wat toevoegingjes. Nee. Ze gaan echt van de ground up, gaan ze alles weer opbouwen. Dan een game die ook is aangekondigd. Die was al op State of Play te zien, wat mij betreft, de eye-opener. Ik heb het over The Callisto Protocol. Ja. Gemaakt door mensen die... het is niet de partij die Dead Space heeft gemaakt. Het zijn een aantal mensen die Dead Space hebben gemaakt. Ja. Ik vond het er fucking bruut uitzien. Ja, zeker. We gaan hier meer gameplay van zien. Want dit is de trailer die getoond is. Het is een trailer die kun je natuurlijk helemaal zo poetsen zoals je wil. Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd. Ik hou wel van dit soort suspense. Vind het leuk dat dit nu daar ook te zien gaat zijn. Ja, nee, zeker weten. Een goede horror, dat past altijd. Ik denk dat videogames misschien wel het beste format zijn voor goede horror. En dit zag er ook lekker uit. En zeker omdat dat die pauze zo lang is geweest sinds de laatste Dead Space. Dit voelt wel als een geestelijke opvolger van Dead Space natuurlijk, inderdaad. Ja, terwijl Dead Space natuurlijk bezig is met een reboot. Remake, ja. Dat is het een reboot of een remake? Ik weet niet helemaal. Ja, ik weet niet wat ze het noemen. Reboot. Ja. Reboot? Ja. Dat is een beetje de nieuwe term van een remake, maar dan als het heel erg oud is. Want bijvoorbeeld een game die we denk ik wel te zien gaan krijgen is Saints Row, de reboot. Er gaat wat gebeuren. Ik ga niet verklappen wat. Dat is ook een reboot, omdat die game wordt ook wel geremaked. Maar het is eigenlijk weer een nieuwe start van de serie. Eigenlijk zeggen ze gewoon, we zijn in de loop der tijd zo ver afgeweken van wat juist vet was aan onze game, dat we maar weer besluiten om dat doen wat onze game ooit zo vet maakt. Ja. je ziet in ieder geval waar ze de mosterd vandaan hebben gehaald. En klatsa. Die monsters zien er ook hard uit. Ja. Op een gegeven moment dat die man voorbij loopt en dat hij in één keer dat oog ziet bewegen. Zo. Ja. Nee, dit is een vette game. Dan even kort een game die ook is aangekondigd, waar ze meer van gaan tonen. Gotham Knights. Ik heb het gevoel een beetje... het is niet mijn game, maar misschien is deze dit deze reactie al, voor... Ja. Dat was hem. Te veel. Er wordt te veel van getoond. Alsof ze niet helemaal zeker zijn van hun zaak. Heel eerlijk, ik zag die gameplay en dit was Marvel's Avengers 2.0. Ja, precies. En als we één ding weten, is dat Avengers niet de allervetste, leukste, mooiste... Nou, mooi was het wel, maar... Het was absoluut geen stunning game. Nou, weet je, die singleplayer was leuk. En misschien is dat bij Gotham Knights ook. Maar die gameplay was zo ontzettend repetitief. Mm-hmm. En ook de map designs waren zo fucking simplified. Ja, en precies voor die twee dingen ben ik dus hartstikke bang ook met Gotham. Ja, ik zag die gameplay en ik dacht, dat is gewoon weer button mashen. Ja. Weet je, gewoon hersenloos button mashen met z'n vieren over een dak heen rennen. Je kan niet echt alle kanten op, want je moet met z'n vieren ook spelen. Ja. Je moet een beetje oppassen met die Marvel games, dat er niet te veel... kak uit. Pulp. Ja. Vooralsnog hebben alleen Rocksteady en Insomniac dat echt heel goed gedaan. Ja. Genoeg gezegd over die game. Dan een game. Oh, sorry. Ja. Guardians of the Galaxy ook. Die moet ik ook heel even noemen. Dat inderdaad. Onderschatte game. Probeer hem vooral uit. Want hij staat volgens mij nog steeds op de Game Pass. Yes. Als je dat wil. Dan een sterk gerucht dat PlayStation dus inderdaad een trailer laat zien van God of War. Ik noem het altijd Ragnarök. Ragnarök, inderdaad. Als dat zo is, en het is een trailer die langer is dan, bij wijze van spreken, 45 seconden, wat een teaser trailer is. Ja. Maar het is echt een 2-3 minuten. Ik denk 2-3 minuutjes. Dat zou wel vet zijn, hoor. Maar weet je, deze game gaat super lijp worden. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Ik vond die jaar 2018 vond ik echt mega vet. Ja. Probleem is ik heb echt van, wat gaan ze laten zien aan mij? Waar ik nog van weggeblazen word. Dat je toch al weet dat het trap is, weet je wel? Ja. I don't care. Nee, ik laat me graag verrassen. Maar... En sterker nog, hoe minder ze laten zien, hoe beter. Want dat ik wil juist niet die grote fucking gevechten. Ik wil niet dat hij een draak voor zijn back mapt. Dat wil ik zelf zien. Ik wil niet zien dat hij dat doet. Precies, ik wil niet zien dat ze dat in een trailer doen, laat ik het zo zeggen. Nee. En je weet namelijk dat als ze het hier tonen, dan gaan ze het op hun eigen showcase nog een keer laten zien en nog langer erover. dat zou inderdaad kunnen. En ik ben gewoon heel benieuwd, weet je, op de PlayStation 4 Pro zag dit er echt
ongelooflijk mooi uit. Ja. En we hebben nu alleen nog maar video's gezien. Je wilt echt native natuurlijk hebben. Ik ben heel benieuwd hoe de PlayStation 5 versie er gewoon uitziet als je hem echt zelf aan het spelen bent. Maar kijk, dit is belachelijk. Ja. Dit is wel een overtreffende trap trouwens. Die hele grote opening. Je hebt meer rekenkracht tot je beschikking. Hè, in het geval van de PlayStation 5. Is een wereld. Dus ze gaan natuurlijk wel wat van die sleutelmomentjes eruit halen. Waar je een beetje kan showcasen. Ja. En ik hoop dat die gewoon wel echt binnen wat kortere tijd naar PC komt. Dat hoop ik ook. Nou ja, in ieder geval een hele vette titel als die daadwerkelijk wordt getoond. Want dat is zeker niet zeker. Ik bedoel, het is niet bevestigd, maar wel heel veel mensen die denken dat het gaat gebeuren. Dus we gaan daar maar even... Ik denk het wel. Ik denk inderdaad wat jullie zeggen, een trailertje van misschien 2 minuten en dan een uitgebreide showcase in augustus. Ja. Dan gaan we even naar een andere game. Volgens mij is het een uitbreiding die is aangekondigd. Is Cuphead the Delicious Last Course. Dus er komt nog een stukje, een stukje DLC eigenlijk aan. Een toetje. Een toetje. Allebei hebben jullie dat niet veel gespeeld? Eventjes, maar niet... nee. Te pittig. Dit is niks voor mij. Nee, niet te pittig. Maar gewoon, ik ben niet helemaal erin gedoken. Oké. Het is voor mij te pittig. Twee keer met een stream of zo heb ik hier gespeeld. Het is voor mij te pittig en ik vind de gameplay gewoon niet leuk. Oh, ik vind het lachen en ik vind de stijl. De stijl vind ik fantastisch. Hij ziet echt prachtig mooi uit, maar de gameplay ligt me gewoon niet. Ja. En dan is hij ook nog eens frustrerend moeilijk. Dus ja, laat me zitten. Dat is waar. Square Enix, die is altijd overal aanwezig. Ja. Want die gaan hopelijk niks zelf meer doen, want dat was vorig jaar geen succes. Een game die, naar mijn verwacht, had ik die verwacht op de State of Play. Maar die is toen denk ik geruild voor Final Fantasy 16. Ja. Is Forspoken. Die zou... Wat heeft zijn mooie hiphop een geloopje? Ja, die zou ergens gaan uitkomen dit jaar nog. Maar volgens mij wordt die uitgesteld. De kans is heel groot dat wij te horen gaan krijgen dat die niet dit jaar uitkomt. Nee, en men had gehoopt dat dan Final Fantasy 16 de najaars... Ook niet, want die is naar de zomer. Ja, wat worden we hier warm van, koud van? Het ziet er prachtig uit. Ja. Langzaamaan steeds warmer. Oké. Ik ben steeds meer... want dit is een beetje... Je denkt hierbij sneller aan de wat meer Black Desert-achtige... Weet je wel, bombastische effecten. Mm-hmm. Verder niet de meest inspirerende condensed wereld. Maar ik bedoel, een beetje losgaan met spels en beuken en rammen en snel heen en weer rennen. Dat kan geen kwaad bij mij. Waar ik wel door meteen aan een andere game moet denken, waarvan ik hoop dat we daar meer van te zien krijgen. Van Crimson Desert natuurlijk. Die je kan alles doen. De allerbeste trailer aller tijden. Met een korreltje zout, maar oké. Nou, dat is wel grappig. We riepen gewoon random shit. En straks kan je ook nog op een draak vliegen. Je kan ook nog op een draak. Precies dat, inderdaad. Ja. Je kon alle random dingen noemen die je maar wilde. Ja, ik weet niet, Forspoken. Ik heb een heel dubbel gevoel daarover. Want ze hebben nog steeds niet goed uitgelegd wat die game precies is. We hebben zo'n uitgebreide presentatie een keertje heel even erover gehad. Ook met behind the scenes. En daarnaast, wat we alleen maar hebben gezien, zijn dit soort spectaculaire gameplaybeelden. Ja. Maar niks wat me... Maar ook niks van wat daartussenin zit. Leuk dat je alleen de combat laat zien, maar wat doe je nog waarom meer? Waarom doe ik het? Waarom inderdaad? Maar is Crimson Desert ook van Square? Nee. Crimson Desert is juist van de makers van Black Desert. Oh, oké. Ja. Wat is dit? Dit is Crimson Desert. Oh, dit is Crimson Desert? Ja. Oh, zijn ze gewoon locaties aan het laten zien? Dan zijn ze locaties. Ik heb er even een trailertje bij gepakt. Even kijken of er ook verder... kijk, hier zie je wat dingetjes. Ik zie dit Beetje overeenkomstige stijl, toch? Ja, ik zie heel veel particles en zo. Ik zie dit eerder dan bij de PC Gaming. Ja, nee, zeker. Juist bij de PC Gaming Show. Ja. Ik verwacht hem daar ook eerlijk gezegd wel stiekem. Ja, nee, dat zou heel goed komen. Mogen ze wel wat aan hun FPS gaan doen? Ja, dat in is waar. In de trailer. Crimson Desert dus. Een andere game die... laat ik het anders insteken. EA is ergens aanwezig. Ze zeggen dat ze meedoen met de Summer of Games. Ze zitten niet met hun eigen evenement erin. Dat doen ze niet. Dus ze zitten of bij de PC Gaming... of ze zitten bij... No way bij PC Gaming. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Dan zitten ze of bij Xbox. Zou kunnen. Of ze zitten bij de Summer Game Fest. Lijkt mij logischer, want dan zijn ze wat meer... van wij doen Xbox, PC... PlayStation. En dan hebben we de keuze uit 3 dingen, denk ik. Dragon Age 4, denk ik niet. Oh, dat is laatst niet wat daarvan... Ja, volgens mij de titel. De titel, ja. Werewolf of zoiets. Werebound. Ja, dan verwacht ik heel eerlijk gezegd wel een teasertje. Ja? Ja hoor. Het zou Skate 4 kunnen zijn.
Ja. Nou ja, Keely kennende, weet hij dat hij, weet ik dat hij op zoek is naar fan-favorite aankondigingen. En dat is Skate 4 wel. Een Skate 4 is dat. Ja. De derde game is Need for Speed. Daar komt namelijk ook een nieuwe versie dit jaar van. Dat zou ook kunnen, dat die ook erbij is. Een game waar ik niet meer warm van word. Ik ook niet. Vroeger wel. Need for Speed Underground 2 was geweldig, maar ja. Ik denk dat er niet een andere racer komt, want ik denk dat Forza, de nieuwe Forza Motorsport wordt natuurlijk gewoon bij de Xbox persconferentie getoond. Ik denk persoonlijk dat het niet verpiet gaat worden. Dat zou heel goed kunnen. Een lekkere high octane. Skate 4. Ik sluit me aan met aan. Skate 4. Skate 4? Omdat Jeff Keighley voelt dat we aan van, als je dit dropt hier op dit moment, dan ja, viral wil ik niet zeggen, maar ik bedoel, dan gaat er wel heel even iets door de zaal heen. Zeg maar. Ja. Een andere game die toch wel verwacht wordt daar te komen, omdat Sega aanwezig is, dan moet ik even kijken hoor. Dit is de announce trailer. Sonic Frontier. Jezus, vreselijke hoop stront is dat. Sorry dat ik het zeg, maar ik heb het gekeken. Ik dacht echt van, what the fuck is dit voor smerig kale wereld met smerig lelijke enemies en smerig saai combat. Heel eerlijk, het leek erop alsof iemand de Unreal Engine software heeft gepakt. Demo heeft gepakt. Ja, en daar een Sonic character in heeft gezet. Ja. In een compleet lege wereld die er echt belachelijk kut uitziet. Dit moet wel waar zijn. Is Sonic niet de meest mismanaged IP ever of all fucking time? Ja. Maar er gaat niks overheen, toch? De enige versie van Sonic die leuk is een 2D Sonic. Ben ik niet mee eens. Er zijn slechte Sonic 3D games. En Sonic Adventure is er daar absoluut één van. Maar die is slecht, maar leuk om te spelen. Behalve de slow-paced shit. Maar. Ja, precies. Niet zo leuk en vlug als dat de oldschool games hadden. Nee. Sega is een klein beetje lost. Je moet voor de gein even die open wereld gameplay laten zien. Ja, moet ik open wereld? Moet jij even doorpraten? Ja, nee. Ik ga. Ja, oké. Okay. Eigenlijk moet je het niet doen, want ik ga spontaan kotsen. Maar oké. Okay. Het ziet er zo raar uit. Het is gewoon een compleet super realistische wereld. Die tweede. Qua grading ook en shit. Ik heb geen idee. We gaan nu zien. Maar ja, het is zo. Dit is volgens mij wel. Ja, dit is nog een soort van compact trailer formaatje. Ja. Hier hebben ze het kort geknipt. Want IGN heeft namelijk ook zo'n half uur van, of zo. Dat is een half uur. Ja. En dan denk je van, het gaat achter drie enemies aan die er allemaal een soort van hetzelfde zijn. Ik kan hem nog een beetje doorklikken. Oh, dit is dan weer de gewone trailer. Doe maar heel even die ene. Jij wil mensen er mis maken. Ik wil weten of wil zien dat zij weten wat het is. Die tweede. Ja, die tweede. Tweede. Douw hem even midden in. Ja, daar. Dit is genoeg. Jongen. Maar eerlijk, tegenwoordig kom je toch niet meer met zo'n game bij. Nou, Yui gaat hier wel denk ik wel hard op, hoor. Nee, dat is absoluut niet waar. Nou, omdat hij hem dan gratis krijgt. Yui vindt alle slechte dingen vindt hij heel goed. Dus ik ben er wel van overtuigd. Maar dit is precies wat jij zegt. Een soort van de Unreal 5 demo. En er is een soort van polished Sonic character ingezet. Ja. En drie moves, wat zal het zijn? En dat is het. Ik vind het zo grappig, hè, dat de ene developer die weigert iets uit te brengen omdat het gewoon nog niet goed genoeg is. En een andere developer flikkert het maar gewoon online. Weet je wat ik raar vind? Ja. Gewoon omdat Sonic Generations, weet je, dat is misschien nog wel een redelijk moderne game. Weet je wel, dat is niet helemaal 2D, zoals Sonic Mania. Ik denk dat Sonic Mania is echt voor de nostalgie, voor de oude fans. Mm-hmm. Ik denk Sonic Generations, precies wat de naam ook zegt, een goede game was voor een nieuwe generatie. Het was en 2D gameplay en 3D gameplay. Daar kon je tussen schakelen tussen die twee. Werd goed ontvangen. Ja. Waarom geen Sonic Generations 2? Ik bedoel, niemand zit hier op te wachten. Niemand. Nee. Yui. Misschien wel. Ja, misschien maken ze die game gewoon alleen voor Yui. Ik zou het niet weten. Maar goed, laten we dit even lekker gauw gaan vergeten. Veel te lang over gehad. Even kijken hoor. Ja, zijn er nog meer dingen van... de Lord of the Rings. Die wordt ook getoond. Ja, ik kan niet door dat onige gepeste kinderkopje heen kijken van hem. Van Smeagol? Nee. This is not my Smeagol. Hierbij. Dit gaat ook geen succes worden. Ik bedoel, dat voelt iedereen al. Nee, en wat wij al zeggen sinds de eerste keer dat we die game zagen, is gewoon al het budget van deze game heeft gezeten in het kopen van de licentie. Ja. Ja. En dat is heel lullig voor je. Ja, dus je gaat... Ja, je bent dan eigenlijk alleen maar Smeagol. Ja, misschien is de gameplay leuk, maar ik weet niet. Nou, er zijn er mensen die de game hebben gespeeld. En ze zeggen dat de platformactie, die is op zich nog wel leuk.
Maar er zit ook heel veel stealth-actie in. En die schijnt echt, echt dramatisch kut te zijn. Kijk, hij ziet eruit als iemand die heel verdrietig is. Dat hij heel veel geld aan een licentie heeft. Een hele goede puist had hij op zijn gezicht, inderdaad. Ja, de trailer inderdaad. Een trailer met iemand er ook in die er wat over zegt. Dat is, ik vind het er niet slecht uitzien. Het ziet er beter uit als Sonic. Sterker nog, het werd aangekondigd als de first true next-gen game. Oh shit, ik dacht dat het een microfoon was. Maar het is echt inderdaad een... Nou, hij heeft een pimpel van de zorgen inderdaad. Of dit wel gaat looken. Dit is een game die dus naar verwachting ook... aanwezig zal zijn op de Summer Game Fest. Mm-hmm. En dan heb ik er nog één nooit van gehoord, maar die heet, en ja, wie weet is dat voor jullie, Marvel's Midnight Suns. Jazeker, jazeker. Die is vorig jaar al aangekondigd. Exact, daar is een tijdje niks van gehoord, als het ware. En de geruchten gaat dat die nu een teken van leven gaat tonen al daar. Ja, ik moet je zeggen, ik ben er niet heel erg in geïnteresseerd, want het type game is niet voor mij. Dit is volgens mij die XCOM-achtige stuff. Maar de Midnight Suns aan zich, ook qua characters, super vet. Dus ja, kijk er met een schuin oog naar dan, denk ik. En ik vermoed simpelweg dat de IP met het type game wel een mismatch is. Denk je dat niet? Echt, Marvel is zo ontzettend mainstream en dat is XCOM het tegenovergestelde. Ja, maar je bedoelt meer qua wel, hoe groot publiek het leuk zou vinden. Maar ik denk niet dat deze groep helden per se zich niet laat lenen voor een XCOM-achtige gameplay. Nee, dat denk ik wel. Maar ik denk vooral gewoon een Marvel mainstream publiek zal hier niet op zitten wachten. Nee. Nee, dit is een moeilijke game. Daarom is het ook een beetje stil geweest. Ja, je moet op een gegeven moment wel weer even een teken van leven geven. Anders gaan mensen het echt totaal vergeten. Kan zijn dat er ook meteen een release datum aan gekoppeld wordt. Dat verwacht ik wel. Ja. Deze wordt dus ook genoemd. En voor de rest kan ik weinig vinden. Mis je iets? Ja, ja, ik heb. Er zijn flink wat geruchten over Horizon Forbidden West. Ja, klopt. Ja. Expansion. Ja. Dat zie ik wel gebeuren. Dat we dat daar aankondigen. Ook raar, hè? Dus we hebben het in de piepshow er al over gehad. Dat waarom niet een groter Sony-evenement met God of War en dit erbij? Maar ja, ja keuze. Ja, ik denk dat Summer Games Fest een goed moment daarvoor. Okay. Weet je, een groot publiek. En ja. Vooral, ik vind het zo zonde dat Horizon Forbidden West zo hard is ondergesneeuwd door Elden Ring. Dat hebben ze niet verdiend. Dus ik hoop dat het hiermee toch iets van elke game is ondergesneeuwd door Elden Ring. Ja, ja, zeker. Maar ik bedoel, van iedereen weet je, prijsde Horizon de hemel in. En oh nee, laat maar Elden Ring. Weet je wel. Dat had niemand er mee over. Dat is volgens mij het enige wat ik nog hierop heb staan. Ja, alleen Horizon Forbidden West. Zijn er nog dingen? Ik heb er nog twee trouwens. Ik heb even gekeken. Even kijken. Oh, dan heb ik weer het verkeerde ding. Dat is deze. Dat is een tweet van Geoff Keighley. Waar ik het al een keer over had gezegd. There's nothing like the feeling of seeing a good world premiere arrive in your Xbox. Inbox. In your Xbox. En dan zegt Matthew Griffin, die zegt, I approve of the tease. En een soort van smiley erachter. En wie is Matthew Griffin? Hij is marketing en publishing voor Hollow Knight Silksong. Dus er zou een nieuwe Hollow Knight. Ja, volgens mij was er sowieso... ik heb er iets over gehoord. In ja, geval. Want we krijgen natuurlijk ook... het zal niet alleen maar AAA blockbuster zijn. Er zijn trailers komen. Dan is er ook een... de tweet kon ik even niet vinden, maar Team Bloober heeft getweet dat ze aanwezig zijn bij Summer Game Fest. En dan denken mensen, hey, die gaan toch Silent Hill, die reboot maken. Zou die dan gedaan? Bloober? Ja, Team Bloober gaat iets met Silent Hill doen. Ja. Echt waar? Ja. Oh, wauw. Want zij hebben toch ook een horror game laatst gemaakt? Moet ik even opzoeken? Ik ga het even voor je Google maar. Ben ik wel benieuwd. Geen idee. Ik dacht dat het meer in het hoekje van Bluepoint zat. Al zijn daar natuurlijk ook heel veel geruchten altijd over geweest. Maar, altijd even naar het nieuws toe. Silent Hill 2 remake could be in development from Bloober. Bloober. Okay. Ja, ze hebben Bloober gemaakt. Bloober, ja. Ik zou heel graag die franchise wel terug willen zien. Ik bedoel, dat was echt een... De Medium was van hem. De Medium. En Blair Witch. Best wel een leuke game. En Layers of Fear ook nog. Blair Witch en The Medium, best wel leuke games, maar niet mind-blowing, allebei niet. Maar Silent Hill was vroeger wel echt een naam van formaat, man. Dat kon echt schouder aan schouder staan met Resident Evil. En eigenlijk vond ik het toffer. Maar dit, als dit allemaal getoond zou worden, dat zou best wel een... hele leuke Summer Game Fest. Dit is een steady show. Dit is een steady show, inderdaad. Ik mis een verrassing. Ja, maar daarom. Het is een steady show, maar je hebt niet de klapper. Death Stranding 2?
Hij heeft dat bandje met Kojima. Het zou kunnen. Maar heel eerlijk, ik ben een beetje teleurgesteld dat ze überhaupt een Death Stranding 2 hebben aangekondigd. Oké. Okay. Die game. Dat moet je laten voor wat het is. Ja, die game oprecht. En weet je, dit zeg ik niet eens gechargeerd. Yeah. Die game vind ik echt een fucking kunstwerk. Ik vind het zo'n prachtig einde ook hebben. En full circle, het is klaar. Laat het voor wat het is. Je kan hier geen sequel van maken, denk ik. Maar weet je, het is Kojima. Maar dus dan in Europa. Ja. Ik zou niet weten wat je nog meer uit deze game zou kunnen halen. En dan heb ik zoiets van, hou het maar bij eentje. Dat is fijn. Ja. Dat is fijn. Dan kan hij voor altijd de geschiedenisboeken in. Als voor sommigen de postbode simulator. Maar voor ook heel veel mensen een van de beste games ooit gemaakt. Mm-hmm. Maar van de wat bredere partijen die we nu in ieder geval als onderdeel van de Summer Games Fest hebben gezien. Is er nog iets waar je dan stiekem op hoopt? Ik weet niet of jij de naam van partijen naast de games die waar geruchten over zijn hebt gelegd en gekeken van oké, wie hebben we hier niet gehad? Moet ik even kijken. Ik kan even checken. Welke namen noemde je nou allemaal? Even kijken. 2K, Activision. Even kijken hoor. Ik ga hier dat plaatje en dan zet ik het even op het scherm. Kijk, ja, Bloober Team is aanwezig. Ja. Ja. Capcom, oké, dan gaan we waarschijnlijk. Resident Evil. Deze zomer komt er volgens mij ook Monster Hunter. Ja, ze hebben een eigen evenementje 2 dagen later, dus of een dag later zelfs. Nou, Devolver zal wel met een paar indietjes komen. Ja. Epic, Fortnite. Ja. Focus Home Entertainment, dat kan natuurlijk alles zijn. Wat Warner een beetje Bros. Onder de AAA zit. Wie hebben we nog meer? MiHoYo. Die hebben toch een nieuw project naast. Hoe heet die game ook weer van hun? Genshin Impact. Wat gaat Xbox laten zien dan? Nou ja, dat vind ik ook interessant. Kijk, ze hebben natuurlijk genoeg. Want ik wil langzaam ook naar Xbox toe, hun presentatie. Ja. Wie weet gaan ze daar wel een eerste dingetje laten. Vind ik dan ook wel weer chic dat ze dat dan ook weer uitlenen. Maar goed, PlayStation doet ook. Ja, Nintendo. Zal het niet gewoon een reel zijn met deze games komen allemaal naar Game Pass? Ja. Of juist daar zeggen Madden gratis op Game Pass. Nee, maar dat, gewoon een Game Pass advertentie. Heel Amerikaans. Dat ook 2K, ja, misschien Tiny Tina Wonderlands DLC. Zo. Mafia? Bijvoorbeeld. Raar man, geen Ubisoft en geen Nintendo. Het is de enige twee partijen die we hier... Ja, Activision, nee, Activision staat er ook bij. Het is bizar dat die twee ontbreken. Dus bij Nintendo weet ik... Activision is natuurlijk Modern Warfare natuurlijk. Ja, precies. Dat Ubisoft niet bij, dan die zit echt in limbo daar. Ze hebben gewoon helemaal niks. Ja, of ze een secret eigen showtje in de maak. Nee. Ik heb ergens anders ook al gezegd, een stream is niet heel moeilijk op te zetten. Nee, maar... Ja. Maar ja, dan moet je wel wat te tonen hebben natuurlijk. Exact, er moet wel wat te tonen hebben. Gaan we namelijk naar Microsoft toe. Één ding is gewoon duidelijk. Ze gaan overigens 2 evenementen doen. Eentje op de 12e en heel tof, eentje op de 14e. Dan krijg je uitgebreid. Uitgebreid met nieuw materiaal, zweren zij op het leven van hun moeder. Één game die denk ik, 100% zeker dat die te zien is natuurlijk Starfield. Yep. Wauw. Ja, dat moet ook wel. Ja, ik neem gameplay. Niks minder genoegen dan gameplay, inderdaad. Nee. Dat moet nu wel gebeuren. En ze moeten me gewoon vertellen wat voor game het nu is, weet je wel. Gaat het een No Man's Sky worden? Nee. Of wordt het toch meer een Fallout-achtige kant met 3, 4 planeten, 5, die volledig mooi zijn uitgewerkt? En of je ook van planeet naar planeet kan vliegen. Denk of dat het gewoon een laadscherm is, dat weet je wel. Ja, dat zou ik echt zo zonde vinden. Ja, maar dat doet voor mij al af. Ja, natuurlijk. Maar dat is de hoop waarvan je weet dat die niet waargemaakt wordt. Het is gewoon net als... Eigenlijk gewoon hopelijk een fancy Outer Worlds. Ja, maar dat bestaat al. Ja, maar daarom. Ja. Dit is, maar dit is wel serieuzer natuurlijk. Tuurlijk. Maar ja, ze, afgaande op de paar soort van... Ze hebben een paar teasertjes van... Oké, deze locaties en deze facties... Ja, dat hint er zo volledig naar dat er een 4 of 5 planeten is waar gewoon 1 city of even 1 stad of 1 hub of wat dan ook is waar het een en ander gebeurt. En dit was een leugen. Ja, toch wel, ja. Nou ja, goed dat we dat even laten zien. Want, 11 jaar na Skyrim. De perceptie is natuurlijk, als zij nu niet iets laten zien wat er toe doet, wat ook echt goed is, wat ook vertelt wat er gaat gebeuren, dan is die game echt in grootse problemen. Heeft die game misschien wel problemen, omdat ze nog steeds... Ik vind het bijzonder dat ze nog steeds niet hebben verteld wat die game precies is. Exact. Ik bedoel, en wanneer is die voor het eerst aangekondigd? 2019, 18? Volgens mij waren jullie daar nog live bij. Ik was daar live bij, ja zeker. Maar dat is 2019. Ja. Ja, dat bedoel ik. Ik bedoel, als je na 3 jaar nog steeds niet hebt verteld wat het is...
dan heb ik bijna het gevoel alsof... Het was 2018 met die satelliet die je zag. En dat is een soort van... Ja, 4 jaar geleden al. Nee. Na die teaser kregen we namelijk de Elder Scrolls teaser. Ik bedoel, ze zullen het nooit toegeven. Maar hoeveel projecten zijn er wel niet die aan iets beginnen ambitieus... en nog steeds halverwege het productieproces niet weten wat het wordt? Nou, het Anthem! Dat, ja, maar nee, ze zeggen dat ze al 25 jaar dit in de maak hebben. Ja, maar, nee, maar dus de al wereld, 25 jaar wereld, zijn ze besluiten lachen. De wereld, niet de game. De er zijn off the record verhalen van mensen die er off the record iets over wilden zeggen, die eraan gewerkt hebben, dat die shit in limbo zit. Dat ze er niet helemaal uitkomen maar uit dus ambitie. Toch. Ja, dus toch. Wat dus heb je dan die 25 jaar gedaan? Ja, je moet nu, wat ik zeg, van als ze nu niet, als ze weer een lullig trailertje, gewoon een trailertje met CGI's, dan voed je de geruchten van oké, maar... Er is iets mis. Er is iets mis met die game, want anders had je gameplay moeten laten zien. Weet je wat ik denk? Heel spontaan. Ik denk dat we een Starfield-esque trailertje van... zoals de Division 1 ooit werd aangekondigd. Weet je, je loopt door die stad en je kijkt er voor me heen. Ja. Waarschijnlijk first person. En dan gaan ze even laten zien dat third person goed, ook goed werkt. Kerel, kerel, die trailer van de Division was zo mind-blowing de eerste keer. Ja, we zijn zo hard volgelopen. Wat was het niet? Wat een game. Ik wilde met mijn tablet ook raketten schieten, maar het mocht niet. Nee. Oh. Dus dit gaat een hele spannende worden. Goed dat je al Obsidian noemde, want die... Ja, die kwam met 2 vette games. Ja, daar zag ik vandaag een vrouwelijke developer die tweette van... holy shit man, ik kan niet wachten tot te tonen wat wij hebben gemaakt. Nou, dan... Ik ook niet. Het kan maar 2 dingen betekenen. Jij staat te springen voor een fout. En jij voor Outer Worlds 2. Ik wou net zeggen, ja, absoluut. Nee, precies. Dus dan zou het gaan inderdaad om... Mag ik nog even deze gewoon pijl in zijn glorie... in een of andere soort van Minds of Moria naar binnen zien vliegen. Maar ik en een paarse hand, jezus, of het zwaard, wat is het? Maar oprecht, hebben ze niet een klein beetje een probleem? Kleine, ik zeg echt heel erg klein. Ze zetten nu wel vol in op 2 grote fantasy RPG's. Outer Worlds 2 en Avowed, klopt. Nee, de Elder Scrolls 6. Ja. Oh. De Elder Scrolls 6 komt er natuurlijk. Maar dat is wel heel erg dit natuurlijk. Oké, dat gaat op zich. Als ze dit weten te poelen, hè? Ja. Deze look, maar precies deze soort van animatie. Gewoon een beetje nonchalant, een beetje bewegen. Niet dit. Maar gewoon een beetje deze shit. Maar er komt de fucking Balrog uit. We gaan er allemaal vanuit dat dit gewoon Obsidian Skyrim wordt, toch? Mm-hmm. Ik wel. In principe wel, ja. Want het is, ja, Obsidian is de buitentak van Bethesda geweest... die nu hun grote middelvinger gaan opsteken naar een teamgenoot inmiddels. Ik ben echt fan van Obsidian, man. Ik kijk uit naar deze, maar ik kijk vooral ook naar de Outer Worlds 2. Ik denk van de Outer Worlds... Kijk, Avowed vraag ik me... We gaan wel gameplay zien, denk ik, want... Denk het Avowed? Wel. Ja, maar early. Maar van de Outer Worlds 2 gaan we 100% gameplay zien. Ik denk dat gewoon voort... Beetje hetzelfde verhaal als God of War. Van oké, de eerste keer wel leuk en nu bijna hetzelfde. Gewoon voortbeduurd op de engine die er al is. Natuurlijk wel met wat upgrades. Weet je, daar staat al wel iets. En dat is bij Avowed nog niet zo natuurlijk. Nee, absoluut niet. Nee, maar ik denk ook niet dat we van Avowed gameplay gaan zien. Nee? Nee? Nog steeds niet? Nee, die game die komt 2024 uit. Of 2025. Dat geloof ik ook wel. Ik vind het dan vroeg om pre-alpha gameplay te laten zien. Daar kun je alleen maar je eigen de hype mee verneuken. Ja, maar kunnen ze je nog enthousiast maken met nog een trailer dan? Ja, meer van de werelden, meer van de lore. Nou, laat maar zien wat er uit die gang komt lopen. Dan ben ik al blij. Waar ik even geen beeld van heb, maar vrijwel een zekerheidje is natuurlijk gewoon de tandem Forza Horizon het ene jaar en het jaar daarna Forza Motorsport. Oeh, ja. Heel benieuwd. Gran Turismo is natuurlijk geweest een visueel schitterende game. Dat blijft ze ook steeds maar op fokken, hè? Echt. Dat bedoel ik. Ik weet niet of dit nou door Sony komt, want ik kan me niet voorstellen dat het door Polyphony Digital komt. Want die natuurlijk gewoon, tenzij het om bepaalde bonussen gaat, maar die game, schandalig wat ze daarmee doen. Zo'n vet product. En dan de hele tijd heel gierig, weet je, die monetization dingetjes. En dan valt de hele wereld erover. Oké, dan trekken we dat weer terug. En dan gaan ze toch stiekem weer de prijzen van nu de auto's verhogen. Dure auto's. Ja, inflatie. Ja, inflatie. Ja, inflatiecorrectie. Nee, maar dat bedoel ik. Er is nu weer zo'n kans, die gericht ook weer naar die mainstream gamer, van hey, Gran Turismo, kan je kopen €70 en dan zit er nog fucking microtransactions in. Of je neemt het lekker op de Game Pass. Dit is heel makkelijk scoren voor Xbox. Weet je, als de Xbox gewoon zegt van,
geen micro's en seksjes. Nee, nee. Weet je, ik bedoel, ze snijden zichzelf diep in de vingers natuurlijk als ze dat doen. Want je kan er veel mee verdienen. Voor de publieke opinie. Is ook goud waard, hoor. Weet je, hetzelfde wat Sony deed van, wil je games delen? Hier, alsjeblieft. Ja. Wil je races op de fucking monetization? Onze console is €400. Ja. Ja. Nee, dat is hem inderdaad. Ik bedoel, het is een titel die mensen niet veel zullen noemen vanuit het hardcore perspectief. Maar voor mainstream is dit een... En ik kijk hier ook wel echt naar uit. Alhoewel, je weet wat je gaat zien. Hele mooie auto's die door je bel gaan. Heel simpel. Kijk, ze kunnen zo scoren door die monetization bullshit aan te halen. Maar ze kunnen ook gewoon heel simpel zeggen van, oh, Sony gelooft het toch een generatie? Forza Motorsport is exclusief voor de next gen. Die maken ze niet cross-gen. En volgens de geruchten gaat het zo zijn, als jij Forza Motorsport 8 op de Xbox One wil spelen, gaat dat gewoon via xCloud. Ik bedoel, heel eerlijk, Forza Horizon 5 kan je ook beter via xCloud spelen dan op de Xbox One. Oké. Ja. Want dan heb je hem gewoon 60 fps. Ja. Nee, ik vind het slim. Een titel waar ik heel erg op hoop dat we daar nu wel meer van gaan zien is Senua Saga Hellblade 2. Ik vond dat een waanzinnige trailer toen met die viking erachter. Maar hebben we eigenlijk nog niet zoveel van gezien behalve dit. Dus ik ben ook heel benieuwd. We hebben een stukje gameplay gezien. Ik ben heel benieuwd. Wat met een soort van kruipende stenen reus. Ja. Een wat kleinere game qua schaal. Dus... Ik denk niet meer, man. Nee? Nee. Dus ze zetten volgens mij wel groot in hierop. Voor de studio natuurlijk ook wel een passion project. Ik heb afgelopen jaar deze game voor het eerst gespeeld. Senua's Sacrifice. Ik vond het fantastisch. Voor zo'n kleine studio ook, zo'n game. Oh. Het is natuurlijk, je kan het niet vergelijken met God of War. Maar aan de andere kant, het heeft wel een beetje dezelfde... Het heeft die Noorse mythologie. Dus dit zou een beetje hun tegenhanger moeten zijn voor de Game Pass dan. Ik ben heel benieuwd naar wat dit gaat worden. Dus er moet nu wel wat getoond worden. Want het is te lang te stil daaromheen. Ja, eens. Voor de rest, ze hebben ontzettend veel studio's. En het is gewoon te veel. Dus ik zou verder even niet weten. Wie weet... State of Decay 3? Ja, man. Undead Labs? Ja. Twee keer zo groot geworden natuurlijk, sinds Microsoft ze heeft gekocht. Ik denk dat we daar wel beelden van krijgen. Ja, ik had twee jaar geleden hebben ze hem aangekondigd. Ja. Dus dan is dat de tijd is hier. Daarom was hij vorig jaar echt een grote ontbrekende van. Huh? Waarom hebben we daar geen update over gehad of wat dan ook? En hoe kunnen ze State of Decay beter maken? Dat moet jij vertellen, want jij hebt die game echt goed flink gespeeld. Ik denk nog gewoon wat meer mogelijkheden. Ja. De formule staat en het is sommige games, ze moeten niet te veel daarvan afwijken. Hun ding is lekker, hun ding werkt goed. En het is lachen om het samen te spelen, dus ja. Ik heb nog een andere. Dit is misschien wat handig. Ik heb hier even alle Xbox Game Studios op een rijtje. En dan kunnen we dat een beetje gaan langslopen. 343 Studios. Dat is Halo. Ik weet niet of die ook in beeld is, want ik zie hem nog niet in beeld verschijnen. Nee, daar is hij. Denk je dat ze nog wat met Halo gaan doen? Of denk je dat ze zullen wel moeten? Ja, moet, man. Ik bedoel, kijk, die game steekt heel goed in elkaar. Ja. Daar is niks mis mee. Maar het is gewoon content. En de hele tijd, de allerbelangrijkste dingen, dingen waarvan ze hebben gezegd, dat is fundamenteel Halo, Forge Mode, Co-op campaign, waar ik echt enorm naar uitkijk. Ja. Weer uitgesteld. Nu einde dit jaar. Vraag me af of het ze gaan halen, want ik heb zoiets van, je moet, los van die twee modes die iedereen wil hebben, je komt gewoon content tekort. En ze moeten echt wat gaan laten zien. En als ze dat niet laten zien hier... Dan is het in ieder geval, Infinite is wel een beetje ten dode opgeschreven. Ja, je ziet het nu aan de spelersaantallen. Daar is ook geen droom meer van over. Nee. Ja, nee, dat terwijl je zelf zo lekker op de borst kan kloppen van... kijk ons met onze miljoenen Halo spelers. Ja, natuurlijk. Ja. Iedereen speelt het als het op Game Pass staat. Nou, ik denk niet eens dat het genoeg is als we Forge Mode en die Cover Campaign erin brengen. Dus we moeten dat echt met veel bombarie in ieder geval lanceren. Gecombineerd met de content. Ja. Een soort van soft reboot, weet je wel, van de launch. Een partij waarvan ik verwacht dat ze ook wat laten zien van een oudere game... is Rare met de... Die piraten shit. Sowieso. Sea of Thieves gaan we. Dat is gewoon, weet je, die game draait lekker, die gaat lekker. Nieuw seizoen is volgens mij net begonnen. Ergens in het midden. Dus er komt weer een timed event, weet je, prima. Ik hoop dat ze weer met iets komen à la fucking Pirates of the Caribbean. Dat vond ik gruwelijk. Er zal vast wel iets zijn om wat leuks mee te combineren. Dus. Voor mij is er nog een franchise die ik echt heel graag zou willen zien. En ik zie hem al staan, The Initiative. Die werkt natuurlijk aan de Perfect Dark reboot. Perfect Dark
fenomeen op de Nintendo 64. We hebben die reboot gehad op de Xbox 360. Was lauwtjes. Het was oké. Okay. Mm-hmm. Bestuurde ook heel raar. Maar die wordt nu co-developed door Crystal Dynamics. En in de Initiative. Dus daar zijn wel wat problemen geweest, denk ik. Sinds 2020 ook niks meer over gehoord. Nee. We moeten ook wat laten zien. Hoe heet die game van Arcane? Is dat niet Red... Redfall. Ja, ja, die is uitgesteld. Die gaan we waarschijnlijk ook zien. Die is uitgesteld tot 2023. Ja, maar daar moeten we ook wat van gaan zien. Een teken van leven. Ik hoop eerlijk gezegd van Arcane een Deathloop uitbreidingje te zien. Ik ben vooral benieuwd naar... Het verhaal is een soort van afgesloten. Maar ook die game heb ik zoiets net zoals Death Stranding wel minder hoor. Maar van... It's cool. Het is cool. Maar ik zou ook, als ik er nu over nadenk en kijk naar het verhaal... Ja, wat ga je anders toevoegen? Nee, maar daarom. Datzelfde heb ik met Death Stranding. Gewoon alle gameplay in de game was fantastisch. Maar ik kan het niet nog een keer doen. Ja, weet je wel? Dat maakt geen sens in de context van die wereld ook. Nee, dan zou... Maar kijk, ja, oké. Okay. Kijk, bij Deathloop zou je nog eventueel een soort van... deel 2 kunnen maken, maar dat zou ik weer te vroeg vinden. Deel 2 zou kunnen, want het einde was redelijk open. Maar Redfall, weet je, wat is het nou precies? Het lijkt een soort van vampieren shooter, looter shooter te zijn die je koop kan spelen. Een beetje Back for Blood-achtig. Ja, zoiets. Maar wel wat kinderlijker graphics ook meer, inderdaad. Ja. Het is niet voor mij, dat weet ik al wel. En over Rare gesproken, hoe heet die andere game ook weer, was mee bezig waren, die toen helemaal even terug naar de tekentafel is gegaan. Oh, ik weet welke je bedoelt. Die Wild... Wildlands? Nee. Die best wel mooi vormgeven. Fucking mooi. Game, waarvan alleen... ze zeiden, we weten nog niet wat er gaat worden. Nee, precies. En dat was heel duidelijk te zoek zien, jij die maar. Even op, Daan, want ik denk... Everwild? Everwild. Mojang gaat natuurlijk, hè, dat vergeten we altijd. Like Minecraft die eerste is natuurlijk trailer huge. Van laten zien. Sorry? Die eerste trailer van Everwild laten Everwild, zien. Ga ik dat even opzoeken. Minecraft shit gaan we natuurlijk sowieso kijken. Ik ben er niet heel erg fan van, maar het is een goed product natuurlijk. Ik ben alleen niet de doelgroep. Wauw, staat hij nou bovenaan? Ja, het is heel raar, want ik heb niet eens iets opgezocht. Nee. Het is mind. Okay. Mind maar dit is dus toch ook raar. Koop verf en penselen. Google. Maar dit is toch ook heel raar dat ze dit lieten zien. En dan gewoon ook eerlijk toegeven. Ja, we hebben geen idee wat dit gaat worden. Nee, maar dat zijn fillers. Hè. Had je dan gewoon een soort van short movie van, of een korte film van gemaakt? Maar zij zaten toen nog echt in de periode dat ze gewoon niks hadden. Dus dan moet je gaan fillen. Dat gebeurt wel vaker. Dat zou nu niet moeten gebeuren. Ze hebben nu genoeg studio's om dingen te laten zien. Mm-hmm. Zo ging er een gerucht dat er bijvoorbeeld ook iets van een Fallout ding zou zijn. Dat kan echt van alles zijn. De Fallout remake, New Vegas remake. Zoiets. Een ander gerucht was dat Ubisoft... toch wat gaat doen. En dan Avatar 2 Pandora, dat daar een marketingdeal is met Xbox, dat we dat daar gaan zien. Dat zou kunnen. Dat zou ook kunnen. Gear 6. Er zou een remake van zijn ze mee bezig. Maar het is 3 jaar na Gears 5. Gears 5 duurde ook 3 jaar om te maken. En volgens mij gaan ze gewoon door met die serie. Want ze zetten toen hevig ook in. 3 games waren dat toch? Gears Tactics, Gears 5 en Gears... Ja, en was dat nou echt een groot succes? Fable? Fable zou ik graag wat meer over willen weten. Ik denk dat hij er namelijk wel bij... Ik denk namelijk dat zij donders goed weten, jongens... De wrange nasmaak van de najaar met geen Starfield is zo groot. We moeten nu even dat stigma, dat gaat er zijn... maar dat kunnen we verzachten als we gewoon even een paar echt hele harde games... en Fable is gewoon een fan-favorite. Dat, en ik ben ook wel echt benieuwd wat Playground Studios ermee gaat doen. Ja. Weet je wel, want we kennen die uitgever wel... en maar wat gaan ze doen met Fable? Ze zijn aan het scopen, waren ze. Dus ze hadden hem te groot gemaakt, ze aan het klein. Dat hoeft niks slechts te betekenen, doen wel meer bedrijven. Dus dat betekent, als ze het scopen, dat ze wel wat hebben. Verwachten jullie Blizzard Activision aankondigingen? Want die deal is natuurlijk nog niet helemaal rond. Ja, dan zou het Overwatch 2 moeten zijn. Ja, maar misschien exclusieve content voor Xbox. Misschien wat time dingetjes of zo. Grote klappen zullen er nog niet zijn. Maar. Ze hebben natuurlijk... Call of Duty is een grote game en daar zitten ze gewoon met PlayStation aan vast. Dus, Diablo Immortal, gratis pack. Ja.
Nou, ik zou hem wel op de X, want ik hoor dat die naam die game waanzinnig is, behalve dat die op een gegeven moment gewoon volkomen verneukt wordt. Laat ik zeggen, als die Microsoft er niet in hadden gezeten, was dit de beste mobile RPG ooit gemaakt. Dus bravo voor Blizzard dat ze het dan zo aanpakken. Ja, maar ken jij tegenwoordig nog een mobile game waar geen microtransactions in zitten? Nou ja, ik bedoel, met Apex Legends heb ik echt op mijn manier wel fun zonder dat ik iets koop. Heel eerlijk, alles wat op Apple Arcade staat. Want dat is een voorwaarde. Dat mag niet gemonetized worden. Je betaalt er wel een subscription fee voor natuurlijk. €5 per maand, dacht ik. Dat zijn mobile games. En ook best wel hoge kwaliteit mobile games. Zoals die Zelda nog. Of ik ben heel even de naam vergeten. Maar die ziet er echt goed uit. En speelt ook echt goed voor een... Zelda nog wel? Ja. Tunic? Nee. Dat is die Xbox en Play. Inmiddels ook PlayStation game. Het ziet er echt letterlijk uit als Zelda. En ook de gameplay is zoals Zelda. En het is ook cel-shaded, maar ik kan heel even niet meer op de naam komen. Helder. Genoeg games dus. Ze hebben 90 minuten te vullen. Dus daar moet flink wat games in zitten. Maar wacht even. Ja? Als we nou de uitspraak van Keely loslaten op de Xbox show. Van ik weet dat het niet helemaal een soort van de bedoeling is, maar... Mm-hmm. Hij zei van in ieder geval over de Summer Games Fest van verwacht niet te veel nieuwe dingen, dus temper je verwachtingen. Phil Spencer heeft dat niet alleen gezegd. Alleen de dingen die aangekondigd zijn zal je grotendeels zien. Als Xbox alleen dingen laat zien die al aangekondigd zijn, vind ik het ook helemaal prima. Want de games waar we het net over gehad hebben, daar ben ik al fucking blij mee. Het zijn er heel wat. En, als je alleen maar meer dingen gaat laten zien, ja, je gaat alleen maar hogere verwachtingen creëren voor de aankomende. Phil Spencer heeft gezegd dat hij very excited is over de line-up. Nou, zegt hij altijd wel. Maar... nou, ik ben een beetje lauwtjes over onze line-up, jongens. Maar ik bedoel, anders had hij misschien ook wel getemperd. Maar nee, mag je Dark Horse erin gooien? Ja? Cyberpunk DLC, misschien de eerste details daarover. Ja, want ik bedoel, het hele verhaal is al uitgelekt in de laatste patch die zijn uitgegeven. Ja. Dus er staat wel wat en er komt volgend jaar wat. Cyberpunk had natuurlijk de marketing deal met Xbox. Ja. En, heel eerlijk, Cyberpunk staat er sinds kort wel goed op. Nee, ik denk namelijk dat we wel wat verrassingen gaan doen. En dat zijn, ik noem het dan maar even, ingekochte verrassingen. En daar bedoel ik even mee dat najaar, dat wordt er niet. Even omdat... qua first party. En die gaan dan inderdaad bijvoorbeeld met een gratis Game Pass. Het idee van Koos, fut, gratis Game Pass. Dat soort dingen, daar gaan ze gewoon heel veel geld voor uittrekken. Zodat dit najaar... Call of Duty kunnen ze niet doen, want die deal was al rond. Dan heb je het gewoon Maar Call of Duty zit wel in Game Pass, denk ik. Zit wel in de Game Pass, maar ze kunnen daar niet een soort van exclusieve... Daar gaan ze niet te veel tamtam over maken. Dat zou een beetje knullig zijn. Ik denk dat we dat namelijk gaan zien. Van dat ze op die manier toch het najaar voor hun heel sterk maken om Game Pass te nemen. Omdat nu de grote games even er niet zijn. En je zag al een heleboel mensen van... Nou, ik ga eventjes 2-3 maanden geen Game Pass nemen. Want ik heb alles nu wel gezien en er zit te weinig groots bij. Dat gevoel heb ik ook wel even. Ja. Dat ze het op die manier aanpakken. Daarnaast, dat is meer een vraag aan Koos. Denk je dat ze nog hardware technisch, de zogenaamde dongle... Ja. Die gaan we zien. Oh, dat denk ik wel. Ja. Ik vind dat namelijk wel heel interessant. Dat klinkt heel lullig, maar ik bedoel, ik heb nu 2 schermen, weet je, boven en beneden. En dan ben ik aan het sjouwen met mijn Xbox. Als die X-Cloud, als dat echt lekker werkt en ik heb nu goed internet. Ik zweer het je, het is echt enorm verbeterd. Want op het begin vond ik alleen Stadia en GeForce Now goed werken. En X-Cloud, het was er, maar de beeldkwaliteit was minder. De lag was veel meer aanwezig. Tegenwoordig draait echt uitstekend, man. En, ik vind dat heel interessant. Ja, en ik zie ze best wel of een Android-stick uitbrengen of zoiets. Want X-Cloud is ook gewoon een Android-app. Dus dat zie ik wel gebeuren. Want Microsoft en Android of Google, die werken ook veel samen. Die integratie in Windows is ook steeds meer en meer. Maakt gewoon echt heel veel sens om zo'n stickje uit te brengen. Ja, en dan ga ik heel erg out of the box denken. Stel nou, ze doen iets met Netflix of HBO van neem Game Pass en er zit gewoon Netflix bij in. Dat soort deals. Ik bedoel, Netflix heeft het ook niet makkelijk. Ik denk niet dat dat soort dingen nu nog eraan toevoegen. Nee? Ik denk niet dat het heel groot verschil maakt. Ik denk zeg maar het zijn gewoon diminishing returns. Ja. Van je moet er zoveel voor uitgeven. Ja, er komen wel wat bij. Maar het aanbod is al goed. Ja. Weet je wel? Ik bedoel, als je nu nog niet overtuigd bent, raak je niet overtuigd. Dat gaat nooit meer gebeuren. Nee. Goed. Heel veel weten we niet. Laten we het ook vooral zo houden dat we verrast gaan worden. Want dat is eigenlijk altijd wel het belangrijkste bij dit soort presentaties. Maar ik denk ook qua expectation management... 80-90% gaan games zijn die we al kennen en daar we veel meer van gaan zien, waar we nog weinig van hebben gezien. En er zullen altijd een paar verrassingen bij zijn. En ja, dat zijn die krenten in de pap. Als die goed zijn, dan gaan we een hele leuke tijd tegemoet. Kom het bij ons kijken. Live natuurlijk, de stream donderdag vanaf 6 uur gaan we beginnen.
beginnen... Vijf uur in The Last Galaxy, zes uur op stream. Ja, dat is zondag. Ja, ja, precies. Donderdag hebben we om vijf uur eerst de quarry en daarna om zeven uur de voorbereiding en de voorbeschouwing, et cetera, et cetera. En dan zondag inderdaad. Je kunt lekker thuis kijken, maar je kunt ook naar Blast Galaxy komen als premium baas sowieso. Dan is het gratis. Moet je even mailen naar redactie@gamekings.tv. En daar begint de show om zes uur is zeg maar de stream en om vijf uur is Blast Galaxy al open met plaatjes draaien, gezelligheid, bier, drankjes eten, gamen, fun. Zo. Het gaat een hele interessante en leuke week worden.